Jij bent mishandeld door 4 vrouwen. Ja, dat maakt de krant, die schrijft dan mishandeld. Dat dacht ik wel van, oh nou, het klonk in eerste instantie klonk het als mijn natte droom, hoor. Maar, het was echt, ik wou net zeggen, het was echt, mishandeld door een groep vrouwen, ja. Ja. Ja, het staat op Pornhub. Nee, het is, dat was ik met mijn zusje eigenlijk. Die zit hier, ja, die zit in het publiek. Ja, je zusje... Zij was leuk aan het dansen. Je zusje heet Simga. Ja, die zit daar. En jij heet Simra. Ja. En je zusje heet Simga. Ja. Yes. Jouw moeder keek niet veel Disney vroeger, of niet? Ja. Die dame... Het is heel Simra onhandig. Simra en Simga. Dat is heel onhandig. Dat had ze echt niet moeten doen, nee. Maar goed, Zij was aan het dansen, je zusje. Ja. Zij kan heel goed dansen. Ja. En dat was ze aan het doen. En ik denk dat die meiden dat niet zo leuk vonden of zo, dat ze aan dans was. Wat is dat soms tussen vrouwen onderling? Ik weet het niet. Ik heb dat wel eens vaker gehoord. En voornamelijk met mooie vrouwen, die worden soms gewoon echt aangevallen door omdat je aandacht krijgt waarschijnlijk. Of je bent sensueel. Was ze sensueel aan het dansen? Ze was wel... ze kan heel leuk dansen, ja. Was ze niet aan het flirten met andere mannen? Of nee. Maar ze stond gewoon op de dansvloer en zo. En dat meisje... Had ze de slip nog aan? Wat? Had ze de slip nog aan? Weet je dat ding? Slip. Ding wat jij nooit aan hebt? Nee. Wat is dat? Een slip, ja. Dat is hartstikke onnodig. Een slip toch? Nooit gedragen. Zo overbodig. Waarom dragen mensen dat? Ja. Nee, zij... Wat gebeurde? Mij stond er een halve meter van haar af ongeveer. En die keek op een gegeven moment... Nou, het was geen meisje trouwens. Dat was een hele grote, donkere... chick. En, die stond een halve meter van mijn zusje af. En die kijkt op een gegeven moment zo naar de vriendin. Zo van, weet je, ik ga er duwen of zo. En toen gaf ze er een duw. En mijn zusje vliegt natuurlijk 3 meter verder vooruit. Want zij is geen grote chick. Dus ik ga dan zeg maar uit gewoon automatisme. Loop ik naar het meisje toe van, waarom duw je mijn zusje? En toen kneep ze hem gewoon bij mijn keel. Echt in je keel? Ja, ze kneep echt mijn keel dicht. En dan hadden we nog een andere vriendin bij ons waar we echt geen fuck aan hadden. Want zij stond ernaast van, oh nee, doe dat, nee. Oh nee. En toen was ze weg. En weet je wel, en het staat ook in haar aangifte. Laat ze mij dat ook lezen. En dan staat er ook van, ik zag dat dat meisje Simra bij haar keel kneep. Ik zag dat Simra geen lucht kreeg. Ik zag dat Simra een beetje paars werd en de ogen bijna uit de kop vielen. En dan dacht ik echt, weet je hoe kutvriendin jij hier lijkt? Er staat gewoon allemaal, ik zag dit. Ik zag en toen ben ik nog een breezer gaan halen. Dit wordt nu echt heel komisch. Ik zie Simra snakken naar adem. Dat stond er ook in. Maar wat traumatisch allemaal. Ja, en toen met z'n drieën boven mijn zusje en de extensions daaruit trekken. Nee, echt waar? De haar vloog echt overal heen. Dus ik kwam dat nog echt oprapen. Zo van, op een gegeven moment hadden twee van die... Er ligt een worm op de grond. Sorry, Rob, voor die hygiëne. Ja, Rob, sorry. Waarom zegt hij daar niks van? Hij ligt daar echt hoor. Ik zag hem al, maar ik weet niet wat hij... Ja, ik kan het uitleggen. Ik kan het uitleggen. Dat kan echt niet hoor. Ik kan het uitleggen. Nee, we hadden Marijke Helwegen te gast. En die transformeerde op een gegeven moment in die worm. Dit is Marijke Helwegen die hier ligt. Kijk, dat je er niet op snapt. Dan moet je zo een uitzending van afgelopen donderdag nog maar even kijken. Oh, oké. Maar goed, die ligt hier het weekend al, dus die leeft hier. Okay. Maar je kan hem eten. Oh, of die niet. Je kan hem eten. Hij is gezond, hè? Hij is vrij. Wat? Ja. Dat weet jij. Ja, ik heb de sprinkhaan moeten doen, de kwekerij voor dat zegt week. Zeg Marijke ook, en zegt ze veel eiwit in. Ja, ik zeg, dat zit ook in sperma. Ja, ik bedoel... Nee, sterker nog, ze zeggen dat meelworm en sprinkhaan over 10 jaar allemaal eten. Het is waar. Wil je het eten? Nee, ik hoef het niet. Dat moet je echt niet doen. Wat is er? Hem dichtbij mij houden. Niet doen. Waarom niet? Nee, dat vind ik niet... Maar je kan hem eten? Nee, dan ga ik toch liever voor die sperma, hoor. Sorry. Oké, afgesproken. Okay. Afgesproken. Ja. Oké, het is tijd om af te sluiten. Rob, heb jij nog wat te vragen aan Sim? Het is duidelijk verhaal, toch? Duidelijk verhaal. Het is geclosed. Oké, we waren gebleven bij jouw mishandeling. Ja, ik werd mishandeld. Die ook straks weer gaat plaatsvinden in de kleedkamer. Die worden ook net. Maar oké, Simra, en hoe is het uiteindelijk afgelopen? Die meisjes, wat is daarmee gebeurd?
Die zijn opgepakt. Ja. En toen hebben we aangifte gedaan. En die hebben denk ik 3 dagen vastgezeten ongeveer. Okay. En daar is nu nog steeds, ja, mijn advocaat is daarmee bezig.